Ik hoop dat hij gestraind wordt door Enzo Knol. Enzo Knol is niet zo fucking achterlijk als jij fucking Ami. Oké, mensen. Vandaag gaan we reageren op haatcomments die ik echt op een video superveel heb gekregen. Dus ik zou zeggen, jullie zeggen, die like alvast niet. Jullie support is tegenwoordig echt fantastisch, echt ongelooflijk. Jullie zijn één voor één, echt allemaal geweldig. Dus jullie like gewoon en dat motiveert me ook gewoon elke dag te blijven uploaden. Dus vergeet die like niet. En ja, dan zou ik zeggen, laten we beginnen aan de video. Oké, dus mensen, zoals ik in de intro al zei, gaan we reageren op comments van deze video. Enzo Knol, 1 miljoen abonnees. En als je dan een beetje naar onder klikt, komt je op deze video. Hoe komt Enzo Knol aan 1 miljoen abonnees? Pof, jee. En dan zien we hier natuurlijk de nice getallen 31.475. Ik ben big. Nee, ik moet eerlijk toegeven, een week nadat ik deze video had geüpload, heb ik totaal niet meer gekeken naar de views, naar de likes en naar de comments. Tot eigenlijk opeens vandaag. Opeens kreeg ik naar die views, naar die likes en naar de comments. En ik dacht, holy mother van je moly! Maar dus zoals je ziet heeft het ook wel redelijk wat dislikes. En dat betekent natuurlijk ook wat haatcomments. Dus wij gaan samen deze haatcomments bekijken, dames en heren. Ik pak hier een zak chips erbij, want dit wordt spannend! Oké, dames en heren, oh my god, we gaan naar de eerste comment. Iel, je probeert zeker Enzo Knol na te doen. Oh, wacht eens even. Dat is waar ook. Je doet hem na. Kutkind. Oké, dus mensen, laat me even eerst de bedoeling van deze video uitleggen. Het punt van deze video was, Enzo Knol had net 1 miljoen gehaald. En dit is een soort van verhaal dat ik ervan had gemaakt. Dat ik thuis kom, dat ik zie dat Enzo Knol 1 miljoen heeft. En dat ik ook, net zoals Enzo Knol, begin te vloggen. En uiteindelijk krijg ik alleen maar haat. En in die video, hè, en dan weet ik omdat ik haat krijg. Dat is de video. En dan krijg je natuurlijk deze comments. Jij zijn keispastisch, wie wint dat ook? Wilt die likes op haar comment? Wilt die likes op haar comment? Krijg je een paar ziektes ofzo, ga je gewoon weg. Ik moest van mijn moeder stoppen deze video te bekijken door jouw stem. Moest het zo echt niet. Hoopt jij gewoon op dit getal? Overdreven ga ik u zeggen. Haha, hij is stom en hij lijkt op een... Muis. Jaloers kindje in de building. Dood nou of zo, UB. Wie de fuck kijkt dit? Ja. Jij misschien paardenkoper? Jij kijkt toch deze video of comment jij zo gewoon? We hebben hier een jaloers kindje, zeg. Ja, oké, moet die 25 keer commenten? Ik zag die hier ook al commenten. Hier, kijk, moet die 80 keer zeggen in mijn hoofd? Deze comments maken me echt agressief, maar echt niet normaal. Ik ben geabonneerd op Enzo Knol, maar niet op jou. Hashtag knolpower, hashtag dpower. Please, hou je bek. Je weet dat jij nooit je weet dat jij het nooit zou halen en al helemaal niet met je stem. En hoe the fuck kom je aan 18.000... Ligt het aan mij? Of klinkt je stem alsof je superveel speeksel in je bek hebt? Oké, we gaan kijken op Timo. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ga vandaag slider.io spelen. Zoals je eruit kan, ik ga vandaag slider.io spelen zoals je ziet. Het is een worm. Ik ben niet geabonneerd op Enzo Knol, maar wel op jou. Lol, de beste rijmpje ever. Zalige rijm. Ik ook. Welk? Ah! Ja, maar dit was het wel eigenlijk. Oké, lieve mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie het een beetje leuk. Check ook zeker mijn sociale media in de beschrijving. Like Facebookpagina, Twitter, Instagram, Snapchat. En ja, like deze video natuurlijk. Dat motiveert me om morgen opnieuw een video te maken. En dan zie ik jullie hopelijk zo snel mogelijk morgen dus bij een nieuwe video. Ja, doei.